hi Maar. Leuk dat je kijkt naar Korte Week Horoscoop van de Mandala. Deze week is voor week nummer 17. En dat is van maandag 23 april tot en met zondag 29 april. Als ik kijk wat de maag deze week staat te wachten, dan heb ik erbij de volgende kaarten. Acht van pentagrammen, acht van bekers en aas van bekers. Het is een week waarin je eigenlijk ergens naartoe gewerkt hebt en dat je een resultaat hebt gekregen. Dat resultaat kan misschien even niet het resultaat zijn dat je graag had gewild. En je hebt dan ook een neiging om je daarvan terug te trekken en er niet meer terug te kijken. Maar goed, hè, je bent een maag of niet, je legt eigenlijk alles weer af. En op een gegeven moment zal je toch gaan besluiten van, dit is gewoon hetgene wat ik wil. Ik heb hiervoor gekozen, ik heb hiervoor gewerkt, ik wil dit. En je gaat hier ook dan toch volle teugen van genieten. En je gaat een nieuwe weg in om, om er echt volledig voor te voelen te gaan. Die aas van bekers staat eigenlijk voor een nieuwe liefde. Maar het kan ook zijn een nieuwe weg die je inslaat met de oude geliefde. Hè, het kan ook een liefde zijn voor jezelf. Of een liefde voor een hobby of voor een huisdier. Maar het lijkt alsof je in ieder geval die liefde voor iets wat jou echt heel dierbaar is. Dat je dat weer gaat hervinden. Hè. Dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Dus ik zou zeggen, geniet daar vooral van, de volle teugen van. Dit was alweer de Korte Week Horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Je mag in een persoonlijk berichtje of in een leuk berichtje hieronder. En ik zie je natuurlijk volgende week weer terug.